Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. In deze video laat je zien hoe je week 2 van de Crochet Along Last Dance on the Beach maakt van scheepjes. Het patroon voor deze week is ontworpen door Kirsten van Haak maar Raak. En natuurlijk daarna gedachtenis aan Marenke. Afhankelijk van welk pakket je hebt, heb je de Color Crafter of de Merino Soft garen. Kijk ook even in het patroon precies welke kleur je nodig hebt voor deze week. Neem je stap voor stap door de breien van dit vierkantje. Ik hoop het een nuttige video voor je. Bedankt voor het kijken. En voordat we ook echt beginnen met het haken van het vierkantje, even een paar woorden over maat haaknaald voor deze week. We gaan deze week sterren haken, rijen met sterren. En wat heel belangrijk is deze week, is dat je de juiste haaknaald hebt. Je ziet hier 3 verschillende vierkantjes. Allemaal hetzelfde patroon, maar gehaakt met een verschillende maat haaknaald. Ik heb voor de eerste hier heb ik 4,5 mm gebruikt. Voor de tweede heb ik 5 gebruikt. En voor de derde heb ik 5,5 gebruikt. Dit is het Merino Soft garen. En wat je hier ziet, is dat hoewel het vierkantje even breed is, de hoogte niet hetzelfde is voor deze vierkantjes. Je ziet, ik heb hier 10 rijen sterren, 9 rijen sterren. En 8 rijen sterren. Je kunt het ook heel goed zien omdat ik iedere tweede rij een andere kleur heb gemaakt. Maar het patroon vraagt om 8 rijen sterren. Dat is deze. Met andere woorden, je moet hier de juiste haaknaald hebben om je aantal rijen goed te krijgen. Ik had dus 3 verschillende pogingen nodig voordat ik de juiste haaknaald had. En ik wil jou op dit moment ook adviseren om sowieso een haaknaald groter te pakken dan voor week 1. Ik had zelfs 2 maten groter nodig, want voor week 1 heb ik een 4,5 gebruikt en voor week 2 dus uiteindelijk een 5,5 voor de Merino Soft. Voor de Color Crafter werkt het ook zo. Ik had 4 mm voor week 1 en 5 mm nodig voor week 2. Maar misschien is jouw spanning niet zo strak als die van mij en heb jij met 1 haaknaald groter al genoeg. Dus hou er rekening mee dat je deze week waarschijnlijk 1 haaknaald groter minimaal zult moeten gaan. Misschien zelfs 2. En raak ook vooral niet ontmoedigd als je eerste vierkantje te klein is en je overnieuw moet beginnen met een grotere haaknaald. Het is een beetje deel van dit project, is dat we af en toe moeten aanpassen en een beetje moeten bijschaven en opnieuw maken. Dus je bent ook mede met Marenke jouw eigen deken aan het ontwerpen. Dus deze week heb ik voor de Merino Soft een 5,5 mm haaknaald gebruikt en voor de Color Crafter een 5 mm. Dus kijk vooral welke maat jij nodig hebt. We beginnen met een opzetlus op de haaknaald. En nu gaan we 33 losse haken. 1 2, 3, 4, 31, 32, 33 lossen. Dus je hebt nu een losse ketting en nu gaan we in deze ketting lussen ophalen. Want we gaan nu de onderkant van de stersteek maken. We beginnen en we gaan iedere keer 5 lussen ophalen. We gaan de eerste losse lus overslaan en dan beginnen we in de tweede steek met ophalen. Dus die eerste slaan we over in de tweede insteken en halen een lus op. De tweede en de derde en vierde en een vijfde. Je hebt nu in totaal 6 lussen op je haaknaald. En wat nu ook belangrijk is dat je dit niet allemaal te strak doet. Dit mag best wel een beetje omhoog komen. Overhalen, dan ga je al die lussen in één keer afhalen. En 1 losse. Dit is de onderkant van je eerste stersteek. Dan gaan we weer lussen ophalen. We gaan nu ook gedeeltelijk al in de stersteek ophalen. Je ziet hier het oogje van de stersteek. Daar gaan we een lus ophalen.
We gaan een lus hier aan de zijkant van de stersteek ophalen. In de steek waar we al geweest zijn. En dan in 2 nieuwe steken. Dus in het oogje steek ik in. En ik haal een lus op. Ook deze weer mag best wel een beetje los zijn. En die laatste lus van die 5 lussen hier, die laatste, daar ga je ook een lus ophalen. Dus in de zijkant van de stersteek haal je ook een lus op. In de losse ketting, dit is de laatste losse waar je een lus in hebt opgehaald. Daar haal je er eentje op. En nu in 2 nieuwe steken. Die volgende 2 haal je een lus op. 1 en 2. Je hebt nu weer 6 lussen op je haaknaald. Overhalen en er allemaal heen trekken. En als ik dat doorheen haal, duw ik mijn haaknaald een klein beetje omhoog. Want dan blijft hij niet ergens hier onderin steken. Dus overhalen en doortrekken. 1 lossen. Dit is je tweede stersteekje, de onderkant daarvan. En dit wat je net hebt gedaan, gaan we nu helemaal tot zowat aan het einde van de losse ketting doen. Dus dat gaan we nu nog verschillende keren herhalen. Ik laat het nog een paar keer zien. In het oogje haal je een lus op. De zijkant van de stersteek. De losse ketting waar al een lus in zit. En in 2 nieuwe steken. Heb je weer eens 6 lussen op je haaknaald. Overhalen, doorhalen. 1 lossen. Nog een keer. In het oogje. De zijkant van de haaknaald. Van de ster bedoel ik. In de losse ketting waar er al een lusje zit. En in 2 nieuwe steken. En 1 losse. Met die losse maak je dat oogje. En dat oogje gaan we ook weer in de volgende rij gebruiken. Om de stersteek af te maken. Dus we gaan nu tot aan het einde herhalen met deze eerste helft. Van de stersteek, want die maken we telkens over 2 rijen. Dus ga zo door tot je bijna bij het einde bent. En dan gaan we op het einde nog 1 half stokje haken. Dus ik laat hem nog 1 keer zien, de stersteek. In het oogje haal je een lus op. Aan de zijkant haal je een lus op. In de laatste steek van de losse waar al een lus zit. En in 2 nieuwe steken. Overhalen, doorhalen. 1 losse. Nou, ga zo door. Eigenlijk tot je hier aan het eind van de rij bent. Ik moet nog 1 sterretje maken. Dus in het oogje haal ik een lus op. Aan de zijkant. En dan in de losse lussen. Doorhalen. 1 losse. Op dit moment heb je nog 1 losse over van je ketting. En op deze allerlaatste losse haak je een half stokje. En dan ben je klaar met rij 1 en heb je de onderkant van je sterren gehaakt. We gaan nu door met rij 2 en dan gaan we de bovenkant van de sterren haken. We beginnen met 2 lossen. Die tellen als een half stokje. We keren ons werk. Wat we nu gaan doen is we gaan 2 stokjes in de oogjes haken. Dat is even makkelijker als ik van voren laat zien. Je ziet hier ieder ster heeft een oogje. Je ziet dat oogje daar en je ziet het oogje
daar en daar, daar, daar. Die heb je eigenlijk gemaakt telkens met die één losse. Dan heb je dit oogje hier gemaakt. En in dat oogje gaan we nu half stokjes haken. En daardoor maken we de bovenkant van de ster. Dus als ik even weer mijn werk oppak. Het oogje is dat gaatje daar. Als je even twijfelt, is het soms makkelijker om van de voorkant te zien precies waar het oogje zit. Dus dan draai je even je werk naar voren om zeker te weten waar het oogje zit. Dus in dat oogje ga je nu twee half stokjes haken. Het is belangrijk dat je deze niet te strak maakt. Dat je die gouden lus, die eerste lus, net een beetje ruimte geeft. Want anders worden jouw steken veel te kort namelijk. En nog een tweede. Dus ook weer hier, ik trek hem een klein beetje omhoog. Dus geef die steek echt genoeg ruimte. Dan ga je naar de volgende ster. Als ik hem een beetje open trek, zie je van daar zit het oogje. Als je ook van de voorkant kijkt, zie je van oh, daar zit het oogje. Dus daar moet je weer twee half stokjes haken. Dus in dat oogje en geef die steek genoeg ruimte. Mag echt een beetje omhoog komen. En zo ga je dus eigenlijk in ieder oogje ga je twee half stokjes haken. En je geeft die halve stokjes genoeg ruimte. Het is gewoon makkelijk omhoog komen. Dat je goed, dat je vooral de reden hiervoor is, als je deze, vooral deze rij te strak maakt, dan worden je sterren niet, totaal gezien niet hoog genoeg. En wordt jouw vierkantje uiteindelijk niet zozeer een vierkantje, maar vooral een rechthoek. En daarom wil je hier dus gewoon echt jouw steekjes hoog genoeg maken. Dus je maakt in ieder oogje twee half stokjes. En deze rij, zou ik maar zeggen, de terugwaartse rij, gaat een stukje sneller dan de heenwaartse rij. Ik ben alweer bijna aan de overkant. En dan heb je eerste rij sterretjes gemaakt. Dan is het ook belangrijk om even te kijken hoe we zijn qua maat. Zoals ik al zei, is een vierkantje waar ik in ieder geval echt even heb moeten experimenteren voordat ik de juiste combinatie haaknaald met motief had gevonden. En ik heb nog twee oogjes over. Maak hier nog 1, 2 en vooral deze laatste hier niet vergeten in het oogje 1 en 2. En nu wat nog belangrijk is hier helemaal op het begin is heb je nog 1 losse, de eerste losse die je hebt overgeslagen, daar gaan we nu nog een half stokje in haken. Dus dit is hier de lus van de ster. En net ernaast zit nog een losse. Prop je haaknaald daar naar binnen. En werk daar nog een half stokje op. En nu ben je klaar met rij 2. Ik ga even mijn werk openmaken. Laat ik hem van de voorkant zien. En nu heb je je eerste rij sterren gemaakt. En ik wil nog even kijken naar maat, of ik nu hem wel breed genoeg ben. Ik haal mijn proeflapje er even bij. Op dit moment, ik zal ook een klein beetje uitzoomen, zodat je ook net ietsje beter kunnen meekijken. Dit is mijn proeflapje. De eerste rij sterren. Die leg ik erop. En wat je vooral wil, is dat dit echt ongeveer even breed is. Die sterren, die zul je merken als je ze gaat maken, dat je ze best wel makkelijk een beetje in de hoogte kunt rekken. Maar in de breedte laten ze zich niet echt super makkelijk opspannen. Dus je wil gewoon echt dat dit nagenoeg even dezelfde breedte heeft als jouw proeflapje. En daarvoor had ik dus een 5 mm haaknaald nodig. Ik had al eerst twee andere gemaakt. En zoals ik al eerder zei, die waren echt een stukje korter. Dus dit,
dit motiefje vraagt soms echt een beetje aanpassing. Nou, zorg dus dat die nagenoeg even breed is als jouw proeflapje. En als dat het geval is, ga vooral door. Als dat niet zo is, neem een grotere haaknaald en maak die eerste rij nog een keer. Anders kom je echt helemaal in de knoop later aan in als je dit vierkantje aan het maken bent. Maar nou, alles gaat nog goed. Dus wij gaan nu verder met rij 3. Rij 3. Ik begin met 3 lossen. En nu heb ik weer de voorkant van mijn werk bij me. Naar voren. De goede kant naar voren. En nu ga ik weer 5 lossen ophalen. Ik ga nu weer de onderkant van een rij sterren maken. Ik sla weer de eerste lossen over. En in de tweede en derde lossen ga ik weer een lus ophalen. Dus de eerste van de haaknaald sla je over. Je haalt een lus op in die eerste, in de tweede zeg maar. En in de derde lossen vanaf je haaknaald. En nu ga je op de volgende 3 steken ook een lus ophalen. Dus op de eerste steek haal je een lus op. Op de tweede steek. En ook op de derde steek. En ook hier weer mogen best wel een beetje omhoog komen die lussen. Overslaan. Doorhalen. 1 lossen. En nu gaan we weer precies hetzelfde doen als wat we hieronder hebben gedaan. In het oogje haal je een lus op. Aan de zijkant van die ster haal je een lus op. In de steek waar je die laatste lus hebt opgehaald, haal je er weer eentje op. En in de volgende 2 steken haal je een lus op. 6 lussen in totaal heb je nu op je haaknaald. Overslaan, doorhalen, 1 lossen. Nog een keer. In het oogje haal je een lus op, de zijkant van de ster, de laatste steek waar je al een lus had opgehaald en in de volgende 2 steken haal je een lus op. Overhalen, doorhalen, 1 lossen. En dit ga je nu doen tot je aan het eind van de rij bent. Ik maak nu een kleine sprong in de video. Ga vooral zo door tot je aan het einde van de rij bent. Bijna het eind van de rij. De laatste 2 steken nog een lus ophalen. De laatste haal je echt op die allerlaatste steek van de rij. 1 lossen. En nu heb je nog die 2 keerlossen hier. En daar ga je nog een half stokje op haken. Dus op die bovenste van die 2 lossen haak je een half stokje. Nu heb je weer de onderkant van je sterren gemaakt. En nu gaan we weer de bovenkant doen, precies hetzelfde als wat we hier net met rij 2 hebben gedaan. Zo gaan we dus nu weer rij 4 maken. Dus voor rij 4 beginnen met 2 lossen. Keer. En dan gaan we in het oogje weer 2 halfstokjes haken. Breng omhoog die lus. Geef hier echt weer genoeg ruimte aan het half stokje. En in ieder oogje haak je dus 2 half stokjes. En je trekt die gouden lus dus echt omhoog. Deze steken gewoon een beetje hoog te krijgen. Anders worden je sterren vrij klein, laag. De sterren moet natuurlijk hoog zijn. En ik, vooral zoals ik al zei, de terugwaartse rij gaat gewoon lekker snel.
de heenwaartse rij met die 5 lussen die je moet ophalen. Die kosten net iets meer tijd. Maar over het algemeen is het gewoon een motiefje dat best wel snel gaat. Maar wel heel veel garen gebruikt. De sterfsteek is een hongerige steek. Hij gebruikt veel garen. En dat is ook de reden waarom je het gewoon zo goed mogelijk qua maat moet krijgen. Want als je te veel extra rijen moet maken, kom je in een knoop met de hoeveelheid garen die je in je pakket hebt zitten. Dus vandaar is het ook belangrijk dat je op maat vierkantje goed is en dat je de juiste maat haaknaald hebt. Maar als je extra rijen moet gaan toevoegen, dan kom je gewoon in de knoop. En we zijn bijna aan de overkant. Dus hier nog 2 half stokjes. En nog het laatste oogje. Daar haak ik ook nog 2 half stokjes in. En je hebt nu nog die eerste lossen hier, die keerlossen. En daar ga je weer een half stokje op haken. En dat hou je op die allereerste lossen. Die had je overgeslagen bij het maken van de eerste helft van de sterfsteek. Dus ook de eerste lossen die je hebt overgeslagen, die helemaal bovenaan hier. Daar ga je nu even helemaal goed inkomen. Dat is soms een beetje lastig. Zo. Daar ga je dus nog een half stokje. Sorry, daar ga je dus nog een half stokje op maken. Op de eerste lossen. En nu heb je 4 rijen gehaakt. Dus 2 rijen sterfsteken heb je nu gemaakt. En je gaat dit nu herhalen. Dus deze laatste 2 rijen, rij 3 en 4. Die ga je nu herhalen totdat je in totaal 8 rijen sterren hebt. Dus je hebt 2 rijen nodig per 1 rij sterren. Dus je gaat 16 rijen haken en in totaal 8 rijen sterren. Dus ga zo door, herhaal rij 3 en 4. En als we halverwege zijn, dus als we 4 rijen sterren hebben gemaakt, gaan we net weer even kijken hoe we zijn voor maat. En dan maak ik nog een sprong tot de rand van de video. Ik heb nu de eerste 4 rijen sterren gemaakt. En ik wil nu even kijken hoe ik ben voor maat. Dus ik haal mijn proeflapje er even bij. En ik leg hier de sterren op. En wat nu belangrijk is, is dat je bent nu halverwege, je hebt nu 4 rijen sterren gemaakt, dat je eigenlijk ook ongeveer halverwege bent op je proeflapje. Ik leg hem hier neer, want hier komt nog een rand overheen. En dan kijk ik van nou, hoeveel heb ik nu nog over aan de bovenkant. En wat we zien is dat ik hier inderdaad, een beetje globaal, kijk, ongeveer op de helft ben. En dat is goed. Dat is ook wat je wilt. Je moet met 8 rijen dus bovenaan zitten. Als je nu zegt, je hebt nu 4 rijen gemaakt en je bent echt pas een stukje minder ver. Stel dat je nu hier zou zijn. Dan moet je echt een haaknaald groter nemen om die rijen te maken. Anders ga je bovenaan extra rijen sterren moeten toevoegen. Kan op zich wel. Maar dan loop je gewoon het risico dat je te weinig garen hebt. Want het patroon is niet berekend op meer dan 8 rijen sterren. Je hebt een klein beetje speling, maar je loopt gewoon onnodig risico. Dus als je nu niet op de helft bent van het patroon, ga een haaknaald groter. Als je 8 rijen met sterren hebt, ziet je lapje er zo uit. Het is nu even zinvol te kijken hoe je bent qua maat. Ik heb hier mijn proeflapje. En ik leg het sterrenlapje hier bovenop. En je ziet, het past vrij aardig. Kijk, het is niet precies, het is niet erg. Er moet nog een rand omheen. En een beetje, kijk, ik kan het gewoon makkelijk een beetje omhoog trekken. En dan kom je al een heel eind. Dus dit past gewoon prima. Dit gaan we gewoon helemaal passend krijgen. Mocht je na 8 rijen sterren zien dat je lapje zo groot is, dan zou je er dus voor kunnen kiezen om 1 of 2 rijen sterren erbij te haken. Geeft op zich niks, want sterren zijn sterren. Maar dan loop je wel risico dat je te weinig garen in je pakket hebt. Dus dan, kijk, je hebt een klein beetje speling, maar dan loop je gewoon risico. En die risico is natuurlijk voor jou. Dus je kunt ervoor kiezen om
één of twee rijen extra te haken. Dat zou niet mijn advies zijn. Mijn advies zou zijn om een haaknaald groter te nemen en dan te proberen om met 8 rijen je vierkantje groot genoeg te maken. Zoals ik al zei, ik had 3 pogingen nodig voordat ik hem op de juiste maat had. Dus word niet ontmoedigd als het de eerste keer niet lukt. Maar we hebben nu 8 rijen sterren. Het lapje is ongeveer groot genoeg. Dus nu kunnen we de rand gaan haken. Ik heb nu alle rijen sterren gehaakt. Dus ik heb 8 rijen met sterren. 16 in rijen van het patroon natuurlijk in totaal. En nu gaan we de rand maken. Ik heb de goede kant naar voren. Dan hou je eindigt met je laatste rij sterren met de achterkant. Dus je draait je werk om de rand te haken. 1 lossen. Telt niet als een steek. Nu gaan we 26 steken weer evenredig langs alle zijkanten haken. Ik sla de eerste steek over, want ik heb 28 steken hier, dus ik heb er sowieso 2 te veel. Ik sla de eerste gewoon over voor het gemak. En in de volgende haak ik dan een vaste. Dus nu ga je 26 vaste evenredig langs alle zijkanten haken. En in de hoeken haak je 3 vaste. Dit is precies hetzelfde als de rand van week 1. Deze rand ga je ook voor alle vierkantjes maken. Dus op die manier heb je een makkelijke rand om alle vierkanten straks aan elkaar vast te haken. Dus je gaat 26 vaste haken tot je aan de andere kant bent. Ik ben nu bijna bij de overkant. Dit is steek 26. Nu ga ik in die laatste steek hier. Ga ik 3. Oeps, ik wil graag de hele steek hebben, niet alleen de voorste lus. Zo. Ga ik 3 vaste haken voor de hoek. Dus 1, 2, 3 vaste. Wat ik nu ook ga doen is in die middelste van die 3, dus dat is de tweede zeg maar, ga ik even een draadje zetten. Zodat ik later nog weet precies welke de hoek is. Je kunt hier ook een steekmarkeerder zetten. Maar ik heb niet genoeg steekmarkeerders. Dus ik gebruik een restdraadje garen. Dus niet speciaal garen uit je pakket gebruiken. Maar als je ergens een draadje over hebt, kan dat natuurlijk wel. Nou, en nu ga ik weer aan deze kant 26 steken haken. Ook weer evenredig verdeeld over de zijkant. En zo ga je door. Je gaat gewoon 26 steken aan iedere zijkant. En in de hoek maak je 3 stokjes. Sorry, vaste. 3 vaste. En je gaat helemaal rond. En in de hoeken markeer je even je hoeksteek. En wanneer je helemaal rond bent, sluit je hier met een halve vaste. En wanneer je klaar bent, ziet je vierkantje er zo uit. Neem nog even tijd om te blokken. Doe dat ook echt met een natte blok. Dan span je mooi op en ben je klaar met week 2. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.